Beste kijkers, bij de vorige editie hebben we u meegenomen naar de ondertekening van de intentieverklaring tussen de VHP, NPS, ABOB en Percaya Luhur. Vandaag vindt de uitslag plaats van het Onafhankelijk Kiesbureau en we zijn nu in het Anthony Nesty Indoor Sporthal, of in de Sporthal, pardon, waar vandaag de uitslag bekendgemaakt zal worden. Wilt u weten wat de uitslag is volgens het OKB? Nogmaals, goedemiddag mensen. Ik ben er voor de openbare zitting van het hoofdstemming van Paramaribo, waarmee de uitgebrachte stemmen van kandidaat van de afgelopen 27 mei aan u zullen presenteren. Mag ik u vragen om op te staan? We zijn het volgende van de revolutie naar beide opletten. Zoals eerder gezegd, zal ik de uitkomsten van de Nationale Assemblée bij jullie bekendmaken. Het totaal aantal ongeldige stembiljetten DNA bedraagt 3670. VHP 38780. BEP 1872. VVD 326, NPS 21654, AVD 3571 en de nieuwe win 56. Dank u wel, dit was het voor DNA Paramaribo. Senior Bezwaren. Mijn naam is Amar, oud-hoofdbrugger, maalvoort. Ik ben burger en ik ben namens de Nationale Onafhankelijke Partij. Dus ook burger. Ja. Nou, we hebben al een paar dingen die van bezwaar hebben. Ik zeg altijd dat we hebben een aantal zaken geconstateerd die in strijd zijn met de kieswet. En op grond daarvan hebben wij gevraagd om bezwaar aan te bieden. Dan zullen we uw bezwaar opnemen in de proces van het Hoofdstembureau. En dan zullen we samen met de kiesautoriteiten hier naar kijken. Christiane van de VHP. Ik zou graag willen weten of het bezwaar nu wordt behandeld. En ik zou willen weten of wat de gronden zijn van het bezwaar aan de NPD. Oké, we zullen dit checken van de NPD. Bezwaar aan tegen geconstateerde onregelmatigheden en vermoedelijke fraudeleuze handelingen die zich zouden kunnen hebben voorgedaan. Onderstaan worden deze gereed gegeven. Het totaal aantal ongeldige stembiljetten, die bestaan ongeldig, bedraagt 3380 op RN-niveau. In de zorgdragen vertegenwoordigd zullen zijn de volgende politieke groeperingen. Ik ga kort over alle partijen nu, met uitzondering van 3 partijen: ABOB 31 zetels, NDP 53 zetels en VHP 116 zetels voor RR. De verhouding bedraagt alle partijen nu, met de uitzondering van 3 partijen ABOB 3.355, NDP 2.265 en VHP 12.18. Op grond hiervan is het aantal van 21 zetels dat in de districtraad te vervullen is als volgt toegekend. ABOB 3 zetels DR, NDP 6 zetels DR en VHP
die 12 zetels. Dankjewel. Dat was dus de openbare hoorzitting, gehouden door het Onafhankelijk Kiesbureau. U heeft het gehoord, de uitslag. Weliswaar is de uitslag van het aantal verdeelde zetels voor de DNA-leden nog niet bekendgemaakt. Dat wordt op het bord gelegd van het Centraal Hoofdstembureau. Dat was dus de hoorzitting, voorgezeten door het Onafhankelijk Kiesbureau. Tijdens deze hoorzitting is er een bezwaarschrift ingediend door de Nationale Democratische Partij, de NDP. De NDP is de mening toegedaan dat er enkele handelingen zijn gepleegd die dus niet volgens de kieswet gedaan zijn geworden. Het OKB heeft aangegeven het bezwaarschrift mee te nemen en deze in behandeling te nemen en komt dus hierop terug. Ik groet u vanuit de Anthony Nesty Indoor Sporthal. Mijn naam is Nancy Baldwin, achter de camera staat Mario Pinas en wij blijven u op de hoogte houden van de finale uitslag van de algemene geheime verkiezingen vanuit Suriname. Tot de volgende keer.